stelling. Het is zonde als je met een VWO-diploma naar het HBO gaat. Nou ja, ik vind het uiteraard niet. Nou, omdat ik niet per se denk dat ik nu een niveau lager ben gaan studeren of zo. Het is gewoon een andere manier van studeren. Op de universiteit is het toch meer onderzoeksgericht. En ik noemde dat dan altijd maar alsof je het deed voor de kennis. En ik heb het idee dat je op het HBO toch meer voor de praktijk wordt voorbereid. En dat je gewoon meer praktische vaardigheden leert. Ja, ik denk ook niet dat de universiteit per definitie hoger is dan het HBO. Ik denk dat het is gewoon allebei hoger onderwijs. En het is inderdaad wat je gewoon zelf wil, wat beter bij je past. Wat ik wel wil aanraden, of ik iets mag aanraden, is dat je een meeloopdag moet gaan doen bij de universiteit en bij het HBO. Want ik ging gewoon naar de universiteit, omdat iedereen zei, hey, je hebt een VWO-diploma, ga naar de universiteit. Dus een meeloopdag doen, ik denk dat dat echt helpt. Het HBO is niet uitdagend genoeg voor een VWO'er. Ja, ik merk wel dat het HBO anders is dan het WO. WO was echt rennen, rennen, rennen en het weekend studeren. En ja, je was eigenlijk altijd bezig. En op het HBO heb ik dat wel iets minder, omdat ik gewend ben om veel stof op te nemen. Denk ik dat dat wel helpt. Als VWO'er kan ik zeggen dat ik het toch wel uitdagend genoeg vind. Kijk, wij krijgen ook vakken zoals psychologie, wat vooral gewoon dingen uit je hoofd leren is en dergelijke. En dat gaat me vrij gemakkelijk af. Maar ja, we krijgen ook vakken zoals trainen en dergelijke, waar je toch iets meer sociale vaardigheden en dergelijke voor nodig hebt. En ja, daar ben ik iets minder goed in. Maar het is niet dat het precies saai is, want het is natuurlijk wel weer, je krijgt andere uitdagingen. En voor mij is dat bijvoorbeeld, ja, samenwerken in groepen vind ik niet zo leuk. Dus dat is weer een andere uitdaging. Dus er zit nog wel uitdaging in, maar die ligt gewoon net ergens anders. De volgende stelling. Als je graag individueel studeert, past WO beter bij je? Ik heb zelf ook universiteit gedaan, psychologie. En daar kon ik wel individueel studeren. Als ik niet kwam, dan maakte het niet zoveel uit. Dat kan hier op het HBO niet. Je moet wel echt in een groepje soms ook werken. Je moet met mensen samenwerken. Er wordt verwacht dat je deelneemt in de klas. Op de universiteit heb ik heel erg dat je hebt colleges, hoorcolleges in hele grote zalen. Dat is heel massaal, waarbij je ook niet echt met de docent praat. En je hebt ook niet zo heel veel les, waardoor je dus heel veel je vrije tijd moet doen. En je hebt af en toe wel een vak waarbij je samen moet werken, maar dat wordt bijvoorbeeld ook niet vaak meegenomen in welk cijfer je krijgt. Maar dat is meer handig om de stof te delen. Ja, ik vind onze lessen hier ook wel in die zin interactiever, dat je ook met elkaar iets meer discussie aangaat. En ja, in zo'n hoorcollegezaal is het vooral gewoon iemand die gewoon aan het praten is. Dan heb je dat natuurlijk wel een stuk minder. Een VWO'er die altijd zesjes haalt, gaat de unie niet redden. Oneens, want op VWO had ik wel gewoon goede punten en op de unie liep ik echt op mijn tenen. Dus nee, dat maakt niet uit. Ik denk niet dat het echt alleen daaraan ligt. Ik vind het een beetje lastig, want je hebt gewoon mensen die wel meer kunnen, maar het er niet uithalen op het VWO. Maar je hebt ook heel veel mensen die met moeite zesjes halen en die gaan dan wel vaak struikelen op de universiteit. Ik denk wel afhankelijk van waar je dan je zesjes op haalt. Als je voor natuurkunde, scheikunde en wiskunde zesjes haalt en je denkt ik ga natuurkunde studeren, dan zou ik er nog een keer over nadenken. Ik denk ook dat niet alleen cijfers ook niet alleen wat zegt. Ik denk dat het ook gewoon heel erg afhangt van hoeveel discipline je hebt en ook gewoon met name je motivatie om het te halen. Ja, ik denk in die zin ook wel dat als je het graag leert, dat je er ook wel meer energie in kunt steken en dan kom je er ook wel. Oké. Een WO-diploma biedt betere kansen op de arbeidsmarkt en een hoger salaris. Ja, betere kansen op de arbeidsmarkt, dat denk ik niet. Een hoger salaris, dat denk ik wel. Ja, en de vraag is dan natuurlijk of je dat wil, of je daarvoor wilt gaan. Ja, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat het meer is dat je andere banen hebt en niet zozeer dat het meer of minder is. Maar. Ik denk dat het ook wel afhangt van wat je dan studeert. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen studie, dan zie ik daarin prima baankansen en ik denk ook een prima salaris. En ik denk dat er ook universitaire studies zijn waarbij je minder baangarantie hebt. Dus ja.